naar deze nieuwe weekvlog. Het is al maandagavond, het is vandaag kerstavond. Dus we zitten hier. Ik heb echt heel de dag niet gefilmd, omdat Mio en ik gingen nog snel cadeautjes halen. Want zijn moeder is morgen jarig. We gingen eten maken, ik ging hem klaarmaken, ik heb een video gefilmd. Dus, wat ik aan heb, ik zal het even snel laten zien. Ik even neerzetten, maar we gaan over een paar minuten weg. Dit jasje is van mijn jewelry. Topje van de H&M en gewoon glitter flare van de Zara. En mijn Isabel Marant. Vertel jij maar wat we net hebben gedaan. We gaan naar de Mac, je bent jong. We hebben eerst kerstavond gevierd. Toen gingen we naar de Mac. Nu komt Milo. Wat? Kom. Ja, dat zit even niet in uw vlog, hoor. Jawel. Dinsdagavond en sorry dat ik vandaag echt eigenlijk amper iets heb gevlogd. Vanmorgen heb ik natuurlijk alleen gevlogd dat ik lekker ging ontbijten. Gisteren heb ik ook echt maar een minuut gefilmd. Maar het komt gewoon kerstdagen ben ik gewoon veel met familie en mensen die gewoon niet op beeld willen. Net als gisteren is eigenlijk alleen Kiki, mijn nichtje en Isa en Sam dan de enige die op beeld willen. En ik ben gewoon met zoveel andere meer mensen die dan niet op beeld willen. Dus dan pak ik gewoon niet mijn camera erbij. En want gisteravond ging ik namelijk eten met de familie van mijn vaders kant. En vandaag was ik heel de dag eigenlijk bij Miu. Alleen op ontbijten was ik thuis. Maar voor de rest van de dag ben ik bij Miu. En ja, zijn familie zit er denk ik ook gewoon niet op te wachten dat ik aan het vloggen ben. Miu ook niet helemaal. Hij begint wel een beetje te ontpoppen. Dus ik denk dat hij misschien binnenkort op de vlog wel. Dat zou wel wild. Dat zou wel echt heel erg leuk zijn. Dat vind ik in ieder geval heel erg leuk als hij op de vlog zou willen. Dus misschien dat die kans er binnenkort wel in zit. Maar ja, daar gingen we ook gewoon eten, cadeautjes uitpakken en dat soort dingen. Dus die wilde ook niet op de vlog. Morgen gaan we kerst vieren met de kant van mijn moeder. Met mijn opa en oma van mijn moeders kant, zeg maar. En die vinden het volgens mij niet zo erg als ze op de vlog komen. Dus daar kan ik morgen wel filmen. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Dan kan ik gewoon alles filmen. We gaan volgens mij echt van alles eten. Sushi, carpaccio. Gewoon van alles wat. Dat iedereen gewoon kan kiezen. Miu gaat misschien ook mee, maar dat wist hij nog niet zeker. En ik wilde even mijn cadeautje laten zien wat ik van Miu heb gekregen. De rest van de cadeautjes laat ik morgen of donderdag wel zien. Want ja, dan kan ik gewoon alles in één keer laten zien. Maar met het cadeautje van Miu ben ik gewoon zo ontzettend blij. Dus ik dacht, dat wil ik even laten zien, want ik heb het hier nu ook voor me liggen. Ik ben even een video aan het bewerken die morgen online komt. Aangezien ik nu elke dag een video plaats. Maar ik ga even mijn camera neerzetten. Even proberen te laten zien wat ik heb gekregen. Het is namelijk van... Tiffany & Co. Oh my god, hij is zo lief. Ik heb ook volgens mij een deel van zijn moeder gekregen. Maar voornamelijk van Miu. Als eerst wat erin zit is dit grote boek. Hier staat op Tiffany & Co. En hier staan gewoon allemaal van die mooie plaatjes in en zo. Van de sieraden die ze hebben. Dan zitten er ook nog heel veel kaarten in. Wat ik ook echt heel erg leuk vind. Dit mapje en daar zit bijvoorbeeld deze... kaart in, die kan je dan opsturen. Het staat op Christmas Made by Tiffany. Daar kan je dus wat inschrijven of naar mensen opsturen. Maar ik ga deze gewoon bewaren. Want dat vind ik ook gewoon leuk voor later of zo. Weet je, dat je dan kan denken. Oh, toen ik 18 was, kreeg ik van Miu mijn eerste dingetje van Tiffany & Co. En zo. En ik weet niet, dat vind ik gewoon leuk. Deze kaart zat er ook bij. En dan zat deze er nog bij. Zo'n klein schattig kaartje. En een dingetje met de bon, natuurlijk. En een strikje. Kaartje. En dan zat er dit doosje in. Oh, net een beetje op zo'n pennenhouder, weet je. Maar het was dit doosje. Daarin zat dit zakje. En daarin zat dit armbandje. Hoe schattig, leuk en lief is dit armbandje. En dan aan deze kant heeft hij een blauw hartje. Aan de achterkant heeft hij het... Hoe kan ik dit goed laten zien? Niet, denk ik. Oh, zo. En aan de achterkant heeft hij het logotje van Tiffany & Co. En ik ben hier zo onwijs blij mee. Dit is gewoon echt iets wat gewoon voor altijd mooi blijft. En wat gewoon, ja, wat je gewoon voor altijd kan dragen. En daar ben ik gewoon echt heel erg blij mee. En vind ik heel erg lief en leuk. En gewoon dat ik dat van Miu heb gekregen. Ik vind dat gewoon een soort van extra iets hebben of zo.
Nou, ik weet niet hoe ik dat kan uitleggen. Maar misschien snap je wel wat ik bedoel als je iets heel erg moois krijgt. Wat je over 20 jaar nog steeds kan dragen. Van iemand, dan ben je er gewoon echt ontzettend blij mee. Dus ja, ik heb ook nog een tas gekregen. En morgen is natuurlijk tweede kerstdag. Gaan we ook weer bij mijn opa en oma vieren. Dus dan krijg ik nog iets meer cadeautjes. Dus dan zou ik dat wel gewoon allemaal donderdag in één keer laten zien. Voor mij bestaat deze hele week uit eten. Gisteren natuurlijk met familie. Vandaag met Miu. Morgen met familie. En donderdagavond ga ik dus uit eten met Char. Overdag gaan we inkopen doen weer opnieuw voor Vlot. Vrijdagavond gaan we met de meiden uit de klas uit eten. Bij La Cubanita in Den Haag. Dus ook echt heel gezellig. En zaterdag ga ik met Miu samen een dagje naar Amsterdam. En gaan we in de avond eten bij Doetje. Deze keer hebben we wel gereserveerd. Dus dat is top. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Wordt een hele leuke week. En dan maandag is het natuurlijk oud en nieuw. En ik kan echt niet van mijn haar opblijven. Want ik heb het gekruld. Maar, of althans, ik had het gisteravond gekruld. Maar het ziet er echt niet meer uit. Dus ik zit er elke keer met mijn haar doorheen en alles. En het is wel jammer dat trouwens het tasje van Tiffany & Co. een beetje lelijk is geworden. Maar dat komt omdat toen we het cadeautje gingen kopen. We gingen dit cadeautje namelijk zondag kopen. Daar was ik bij. Toen regende. Dus ik kon het tasje niet mooi houden. Dus dat was een beetje jammer. Maar dit doosje ga ik sowieso bewaren. En op mijn kamer zetten. En bewaren voor altijd. Het armbandje ga ik ook echt omhouden voor altijd. Dus ik ga nu even die video verder bewerken. Ik zit nu op 9 minuten. En hij duurt 30 minuten. Dus ik moet nog even 20 minuutjes bewerken van de video. Kom opslaan en uploaden voor morgen. Dus ik zie jullie morgen weer. Ondertussen is het al, hoe laat is het? 3:30 of zo? 3:50. 3:50 en we gaan zo meteen naar mijn oma toe. Ik ga eerst op scooter Miu ophalen. Die gaat ook mee. Deze top is van Naked en deze broek is van de Zara. Die heb ik al 3 kerstdagen aan, maar dat maakt niet uit. Ik had namelijk een kort rokje bij me. Maar toen bedacht ik me dat ik op de scooter moet. Dus dat niet heel warm is nu buiten. En ik had dus een video geüpload die ik eigenlijk vandaag erop wilde hebben. Een Get Ready With Me met kerst. Maar hij heeft ongeveer 5 uur geladen en hij was pas op 43%. Dus die zet ik er morgen wel op. En ik heb voor vandaag wel een andere video. Dus dat maakt op zich niet heel erg veel uit. En Sam heeft net een foto van me gemaakt. En mama ook, want ik heb een paar nieuwe posters van Decennio. En daar moet dus ook binnenkort een foto mee op Insta. Dus die heeft mama net even gemaakt. En zometeen ga ik naar oma. Zin in, Sam? Mm-hmm. Zin in? Hoi allemaal, het is vandaag donderdag. Het is geen kerst meer. Maar ik heb wel allemaal kerstcadeautjes gekregen die ik graag eventjes aan jullie wilde laten zien. Sorry voor mijn haar, ik moet echt wassen, het is heel erg vet. Maar daar had ik echt geen zin in. Dus ja, ik zou eigenlijk vandaag met Char inkoop gaan doen voor Vlot. Maar door sommige dingen ging dat niet zo lekker, zeg maar. Dus dat gaan we volgende week doen. Vanavond gaan we wel uit eten en we gaan zo meteen een video opnemen. Dus ik ga zo meteen wel naar Char toe. Maar ik dacht, het is wel eerst eventjes leuk om een kerstcadeautje aan jullie te laten zien. En ik heb ook nog 2 pakketjes binnengekregen. Als eerst had ik natuurlijk al dit armbandje laten zien die ik van Miu gekregen heb. Dus die.
Dan heb ik nog van M&M Boutique, of althans gekregen van mijn ouders, maar ze hebben het gekocht bij M&M Boutique. Dit armbandje van Joy. Even laten zien. Dit armbandje wil ik echt al vet lang en ik ben hier echt heel erg blij mee. Dat is namelijk deze. Dat is met die 5 hartjes eraan. Vind ik echt heel erg schattig. Als ik hem kan vinden op de M&M Boutique site, zal ik hem even hier in de beschrijving zetten. Dan heb ik van mijn broertje deze van Rituals gekregen voor onder de douche. Vet lekker. Ik heb van mijn oom deze gekregen met geld. Ik heb nog wat envelopjes gekregen met centjes erin. Dan van mijn oma en van mijn opa heb ik dit gekregen. En dit zijn borden voor later alvast. Want ik vond het gewoon heel erg gaaf en wilde deze heel erg graag. Dus dan dacht ik, nou, graag die voor kerst. Dat zijn deze in het lichtroze. En daar heb ik er 3 van gekregen. Ze zijn van de H&M. Ik denk dat ze niet meer te koop zijn. Met een gouden randje. En die wilde ik echt vet graag. En ik wist niet wat ik voor de kerst moest vragen. Van mijn opa en oma. Dus ik dacht, nou, ik vind het wel leuk in dit te vragen van hun. Dus daar heb ik er 3 van. En dan heb ik ook nog 3 van deze. En dit is een kommetje in dezelfde kleur. Ook weer 3 van. En dat is deze. Ook echt vet schattig met zo'n gouden randje ook weer. En deze heb ik zelf dus al toen een keertje in de turquoise gekocht. En die heb ik dus ook gekregen voor de kerst in het roze. Gewoon, ik ga niet uit huis of zo, maar gewoon alvast voor later. Vind ik leuk om te sparen. En het licht hier is best wel een beetje ruk, volgens mij, maar goed. Dan het laatste kerstcadeautje is iets van de Bijenkorf. Namelijk een nieuwe tas van het merk Zadig & Voltaire. En ik vind deze tas, ik wilde hem al zo lang. Ik zat heel erg te twijfelen tussen een rode en deze. Maar ik heb toch voor de donkerblauwe gekozen. Hij is dus donkerblauw met een soort van gebubbeld leer. Met zilveren details. En dan heb je 2 kettingen eraan zitten. Even kijken of ik het goed kan laten zien. Je hebt een lang hengsel. Die is wat dunner. En een dik hengsel, die is wat langer. Maar heel veel mensen laten die hier gewoon aanhangen zo. En dat ga ik denk ik ook laten doen. Gewoon doen. Vind ik heel erg leuk. Ik kom ook zo over je schouder. En ik ben er gewoon echt onwijs blij met deze tas. En deze heb ik dus bij de Bijenkorf gekocht. En was dus nu in de sale. Dus ja, ik weet niet of ze hem dus nog steeds hebben. Dus ik zal proberen een linkje te zoeken van de Bijenkorf. Maar volgens mij hebben ze deze dus niet meer online. Dan heb ik nog een pakketje van de Instagram account. Dus ik zal het even hier in de video erbij zetten. Maar als eerst zit daar een heel erg leuk panterprintbaretje in. Deze vind ik echt zo schattig. Ik weet nooit of dit soort dingen mij staan. Want ik heb deze dus ook nog nooit gehad. Ik ga hem voor het eerst opzetten. Ik heb altijd zo'n heel groot hoofd. Voorhoofd bedoel ik. Maar ik vind het wel altijd heel schattig. Maar ik kon het nu niet zo goed zien. Maar die vind ik echt heel erg schattig. Die heb ik dus gekregen. Dan een sleutelhangertje met een kreeft eraan. Die vind ik ook echt heel schattig. Dit doet me een beetje denken aan het merkje Fabien Chapeau. Noem je dat volgens mij? In ieder geval, vroeger heette het VAT. Nu heet het volgens mij Fabien Chapeau. Dus die. En dan nog een paar scrunchies. En ik hou de laatste echt heel erg van scrunchies. Als eerst deze groene. Zo, deze. Die had ik nog niet, dat kleurtje. Dan een paarse. Het is wel heel leuk, want al deze kleurtjes die erin zitten, die heb ik dus nog niet. Deze paarse. Die vind ik wel heel erg mooi hoor, deze kleur. En dan nog een gele. Deze. Dus heb ik weer wat scrunchies erbij. Een leuk hoedje of een leuk baretje noem je dat. En ik word echt heel erg gek van het licht of zo. Ja, volgens mij zie je nu de kleur ook wel wat beter. Kijk. Leuk. Dus dan kunnen die. Oh. Bij de rest van mijn scrunchies. Kijk hoeveel ik er nu heb. Een week geleden had ik er 2. En nu ligt heel dit bakje vol. Oh. Kapot leuk. En er is dus een heel groot pakket binnengekomen. En voor de mensen die mij wat langer vol of gewoon de week van hadden gezien, weten dat ik bij vakantieveilingen een dekbed had besteld. Dus die is nu er binnengekomen.
Zo. Dit is hem. Het is 240 bij 220 als het goed is. En ik ga natuurlijk vanmiddag of nou vanavond met Char bij Sumo eten in de stad. En de Primark zit ook in de stad. En die is altijd tot best wel laat open. En het is koopavond. Dus ik ga even kijken of ze daar een dekbed overtrek hebben. Zodat ik hem vanavond gelijk op mijn bed kan neerleggen. Dus ja, ik ga nu even kijken of mijn video bijna klaar is met bewerken. Die komt namelijk vanmiddag online. Ga ik me even aankleden. Even een outfit uitzoeken. Want ik ga zo meteen een foto's maken met Char. Dan gaan we een video filmen en dan gaan we lekker eten bij Sumo vanavond. Daar heb ik heel erg veel zin in. En oh jongens, ik ben zo blij met mijn tas. Oh. Kijk nou hoe leuk die is. Ik vind hem echt... Even kijken of je misschien hier in het licht de kleur wat beter kan zien. Ja, hier zie je het. Echt donkerblauw is die. En ik ben ook zo blij met dit armbandje. Die wilde ik al zo lang. En natuurlijk het armbandje van Miu. Die is echt... Hemels, love it. Oh, en ik heb nog iets wat ik trouwens vergeten ben te laten zien. Wat ik ook gekregen heb van mijn werk. Mocht ik dat uitzoeken. Dat is een nieuwe föhn. Van Philips, de ThermoProtect 2100W Iconic. Ik ken hem zelf verder niet. En er zit zeg maar ook zo'n opzetstukje op. Dus dit scheve ding, die kan je er ook afhalen. Het is deze föhn. Voor de mensen die benieuwd zijn of interesse hebben. Maar die heb ik dus in ieder geval gekregen. En... Die heeft een koude stand. 3 standen om zeg maar de snelheid te bepalen. En nog iets. Maar ik weet niet wat dat is. Maar ik heb hem dus nog niet gebruikt. Dus ik weet nog niet of die chill is. Maar hij ziet er in ieder geval wel heel erg chill uit. Dus die heb ik ook nog gekregen. En dat was het echt. Nu ga ik echt even alles weggooien en zo. Want anders staat heel mijn kamer vol met dozen. En... Oké, dit is wat ik nu uiteindelijk aan ga trekken. Jasje is van My Jewelry. Hoodie is van Gigi Louise, broek is van de Sting. Ik doe mijn mooie nieuwe tas erbij om. En dat twijfel of ik mijn rode Isabelmarans of mijn zwarte zou doen. Maar ik denk mijn zwarte, anders wordt wel heel veel gekke kleurtjes voor elkaar. Ik moet mijn haar nog even doen, maar ik denk dat ik dat zo meteen gewoon bij Char doe. Ik ga even dit eten, want hier heb ik zoveel trek in. Even een vlogje kijken. En dan ga ik over een uurtje naar Char toe. Het is heel geel licht hier. Deze hebben allebei lekker te vreten. Zo, kijk hoe geel het licht is. Ik ben lekker roerend. Heb je één gezoekt? Nee. Ja, nu kan ik er niet door. Die was niet thuis. We hebben lekker gevroten. We zitten weer lekker vol voor de rest van de avond. Oh, waarom? Char kan niet bukken. Dat komt door mijn broek. Zo, ik was zo blij dat meisje. De chauffeur ze niet een beetje voor mij afhaalt. We hebben alles eten verstopt. Nou, Kes die lust dus heel weinig. Ze lust dus ook geen sushi. Ze had allemaal andere dingen besteld. Maar dat lust ze dus ook niet. Dus we hebben alles verstopt en gedaan. En ze hebben echt geluk gehad, want je hoeft echt voor niks te betalen. Nee, ik heb wel wat onder de rijst verstopt. Ons servetje verstopt. Wat hadden we nog in tas kunnen doen? Char, zou je misschien slot er niet gaan afhalen? Oh, ze gaat even de foto plaatsen. Ze moet even gedaan worden. Ik wil iemand het doen. Ja, nee. Ik kan niet bukken. Net kan het ook. Ik ben weer thuis en het was echt heel erg gezellig. Maar ik zit wel echt heel erg vol. En het was zo druk bij Sumo. Het was niet normaal. Het duurde ook echt best wel lang sinds voordat we ons eten kregen. En ik heb net weer een foto op Insta gezet. Namelijk deze van Ibiza, toen ik met Jane op Ibiza was. En ik twijfelde heel erg over deze foto, maar aan de mensen die ik hem liet zien, die zeiden dat ze hem wel leuk vonden. Dus ik dacht, nou, ik zet hem erop. Ik probeer echt heel erg mijn best te doen op mijn feed, maar het lukt gewoon echt niet. En ik denk gewoon dat een filter gewoon niet iets voor mij is. Want ik heb heel veel filters geprobeerd, maar ik vind ze gewoon echt niet mooi en past gewoon niet zo bij mij. Dus... Ik denk dat ik filters gewoon ga skippen en gewoon wat ik nu doe, lekker met het licht ga spelen. Ik ga even wat te drinken pakken. En dan lekker douchen, mijn haar is echt heel erg vet. En dan kan ik het gewoon even lekker wassen. En ik wil dus heel erg graag dit... Oh, ik neem gelijk even mijn tas mee. Dan moet ik die weer boven ophangen. Ik wil dus heel erg graag... Ik had dus ooit in de zomervakantie van dat mousse gebruikt waar je haar dus bruin van werd. En die heb ik dus ook nog ergens, als het goed is, in het blond liggen. En oké, hier.
deze. Dit is de zilverblond. Dus eigenlijk wil ik die straks uit gaan proberen. Want ik ging foto's maken met Char vanmiddag. Of althans één foto. En ik werd gewoon zo verdrietig van mijn haar. Want mijn haar is gewoon en heel erg dun. En het is gewoon niet hoe ik het wil hebben. Het lijkt oranje. Dus ik ga straks gewoon even dit spul proberen. En misschien vind ik het wel heel erg mooi. En dan ga ik het binnenkort verven. Want ik weet wel... want ik wil het wel heel erg graag verven binnenkort. En ik weet ook al welke kleur. Dus gewoon blonder. Maar ik bedoel dat ik al weet hoe ik het wil hebben, zeg maar. Dus als ik dit nu gewoon even uitprobeer. En ja, ik heb mijn tas trouwens hier aan mijn spiegel hangen. Mooi verdiend plekje. Ik ga even mijn schoenen uit. Want ik heb ook pijn aan mijn voeten. Even mijn gordijn naar beneden doen. Lekker douchen. Hoi, het is vandaag vrijdag. Alweer vrijdag, eind van de dag. Het is namelijk... 4:15 en misschien kunnen jullie wel iets zien aan mijn hoofd. Ik heb die zelfruimer opgedaan, maar ik vind hem zo een klein beetje oranje. Vanmorgen ben ik geweest sporten met Miu, dat was heel erg gezellig. Daarna heeft hij heel de dag nog gebleven. Hij is net naar huis. Ik heb ook even voor mijn tweepersoonsdekbed even een tweepersoonsdekbed overdracht gekocht bij de Hema. Deze was dus maar 27,50, dus dat vond ik echt geen geld. En het is dus een 240 bij 220 in een donkergrijze kleur. Ik heb hem er al om me heen gedaan, maar je ziet de kleur niet heel goed. Maar het is in ieder geval donkergrijs. Misschien zie je hem hier. Oh ja, hier donkergrijs. En jongens, echt, ik heb echt respect voor mijn moeder altijd en mijn oma die mijn dekbedden om mijn bed heen doen. Want jezus, dan raak je daar uitgeput van. Maar goed, zoals jullie kunnen zien, misschien heb ik mijn haar nog niet gedaan. Helemaal krullerig door de douche. Maar wat ik aan heb is deze zwarte trui van Chiquelle. En deze broek van de H&M. Maar die broek heb ik dus al best wel lang. Dus is helaas niet meer te krijgen. Wat ik nu ga doen is even dit opruimen. En deze tafel opruimen. En even een video bewerken. En een laatste stukje voor filmen. Dan kan ik die gelijk zeg maar inplannen en zo. Dus dat is wat ik ga doen. En vanavond gaan we met de meiden van school bij La Cubanita eten. Dus dat is ook heel erg gezellig. Dus rond 6:30 komt Charme halen. Want dan gaan we met de auto. En ik moet even mijn tas inpakken. Want ik slaap vanavond bij Miel. En morgen gaan we samen een dagje naar Amsterdam. Dus daar ga ik alvast even mijn spullen voor inpakken. Zoals wat ik nu ga doen. Oké, ik heb een video bewerkt. Ik ga het nu even zeg maar opslaan. Maar wat ik nog helemaal niet heb laten zien. Is dat ik samen met Janette in de Cosmo Girls sta. Ik heb hem al een week in huis of zo. Maar ik was het gewoon vergeten in de vorige week vlog om te laten zien. Het is de wintereditie. Het is... #12/2018 is die van december. En Joanne van Curvy Supermodel staat op de voorkant. Ik ga even het stukje van Janette en mij opzoeken. Want het is echt vet leuk. Want zij stuurde mij dus een bericht van... Hé, we staan naast elkaar. Hoe leuk. Kijk. Dit is het stukje. Hier sta ik en hier staat Janette. Het heet dus One of the Guys Holidays and Family. Er worden 5 vragen gesteld. En daar hebben wij dus antwoord op gegeven. En ja, ik vond het echt heel erg leuk om dit te mogen doen. En ik vind het ook heel erg toevallig dat Janette naast mij staat. Ik zal haar Instagram en YouTube kanaal even in de beschrijving zetten. Voor als je haar nog niet volgt. Echt een superleuke meid. Dus ja, ben je nou benieuwd wat wij hierop geantwoord hebben? Moet je hem zeker kopen. Hij ligt gewoon nog in de winkel voor volgens mij. 3,95 uit mijn hoofd kost hij. Het lijkt net of ik highlighter op mijn neus heb, maar dat is helemaal niet zo. Kijk, nu zie je die zelfbruiner wel. Mijn hand is wel iets... Ah, valt wel mee. Ik heb mijn arm ook gedaan. Ik weet niet of je het kan zien. Maar nu vind ik het op zich wel mooi, die zelfruimer. Maar als het buiten echt heel erg licht is, zie ik het echt heel erg. Ik heb trouwens even mijn telefoon zo staan. Ik ga eventjes mijn tas inpakken. En dan komt Charme zo meteen. Kan mij elk moment komen halen. En dan gaan we lekker eten bij La Cubanita. Dat is een soort tapas in Den Haag. Dat is echt... Oh, echt heel lekker. Het is nu 6:55. En Charme kan elk moment komen. Dit is wat ik nu aan heb. Ik heb even een vlechtje heel simpel maar gemaakt. Het trui is van Chiquelle met mijn kettingtje van M&M Boutique. Jas is van de Zara Kinderen, maar al van vorig jaar in de sale. Dus die is denk ik niet meer te koop. Mijn nieuwe tas die ik voor de kerst heb gekregen van Zadig en Voltaire. Ik ben er zo blij mee, jongens. Oh my god. Mijn broek is van de H&M, maar ook al van afgelopen zomer. Dus die is helaas ook niet meer te koop. En mijn schoenen zijn van Sandra en... Sure, heb nu dat ze er is. Dus ik ga even mijn tas meenemen, want ik slaap bij Miu. En dan zie ik jullie zo meteen bij het eten weer. Sure, is maar lekker met de auto komen halen. Dus we hoeven lekker niet met de scooter. En we gaan licht. We gaan bij La Cubanita eten. Maar we hebben daar dus allebei nog nooit gegeten. En we weten ook niet echt waar het is. Hallo.
Maar gelukkig praat deze auto. Ja. Dus hij vertelt waar we ons naartoe moeten. Ik hoop niet dat het voor de schilderswijk moet, want dat is echt uit Hongkong. Kan je daar überhaupt doorheen met de auto? Ja, daar rijden wij toch ook met de scooter. Dan ga je met auto's. Meter. Rechts. Ik heb hier in het Zuiderpark. Nee, we hoeven niet naar. Ik weet niet. Ik ga maar even hier staan. Soestekse kade. Recht. En onmiddellijk. En Sof gaat mee, Stef gaat mee, Wendy gaat mee, Keer gaat mee. Gaan we maar met z'n zessen. Nee, want we hebben Sof, Stef, Keer, Wendy, jij en ik. Ik heb uitgerend dat we met z'n zeven. Ja, omdat Leo nog mee zou gaan, maar die gaat nee, toch niet. Ik had in een groepje dat ik het gezegd. Even met even erbij pakken. Of. Hoe is trouwens video van geworden voor. Of wie is er vandaag op? Ja, hij staat er al. Nee, dat is wel leuk geworden. Hoe lang is hij geworden? Nee, langer. Wacht, sorry, ik ga eerst even kijken hoeveel mensen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6. Want Sam gaat niet mee. Marten gaat niet mee. Echt jammer dat we allemaal niet meegaan. Zo leuk bedacht. En dan gaat er niemand mee. Ja. Maar. Oh, we gaan nu opstijgen. Woe! Hebben jullie ook onze car mukbang in deze auto al gezien? Ik zal hem even aan het eind van de video erin zetten, zodat je hem kan kijken. Een McDonald's car mukbang. Oh! Wat zeg je? Heel leuk, maar ik heb geen. Je moet met de rotonde mee, hè? De derde afrit verlaten. Dus eigenlijk sta je op de verkeerde baan. Want deze man gaat eraf. Ja. Achter dit autootje. Jeetje, ik heb nog niet eens mijn rijbewijs en ik is weet gewoon. Is er naast ons? Nee. En ik weet gewoon hoe het moet. Oh nee, dit is door de Schilderswijk. Ik haat is het nog niet eens de Schilder. De Schilderswijk is daar bij de stad waar wij als op doorheen. Ja, maar dat als je daarin gaat. Zit dat daar? We zien het allemaal wel. Volgens mij, oh, ik leuk die haar. Kijk die haartjes. Lekker met Sof, met Wendy, met Stef, met Kee en met Char. Dat doe jij altijd zo, je hoofd zo. Mm. En dit is niet te vreten. Oh, zit nu ook ham op tegenwoordig? Lekker. Nou, Wendy zit niet meer bij ons in de klas, heeft wel werk. Keer is werkloos. Lekker, jij knokt dat. Het is nu bezig. Nou jongens, dit is Fleur. Voor het geval dat je niet wist wie ze was. Ik neem dit is even een vlog takeover. Ze vreet kapot veel. Ik zal niet hoe zij nog zo'n dun liggen, maar ze vreet echt kapot veel. Doe hem wat eens. Zij ook. Ik doe het echt wel fijn. Nou, leg ze op mijn handen. Kijk jongens. Kan je inzoomen? Ja, mocht dat niet zo. Oh, kijk. Nou, carpaccio. Ze hebben al een quesadilla op. Kijk al die bordjes die eronder zitten. Hey, Char. En garnalen. Mijn keer is weer lekker gezellig, zoals altijd. Oh, sowieso. Ik zal niet hoe Fleur dit doet. Dit is echt zwaar zo'n ding heel tijd vasthouden. Oh mijn god. Oh my god. Met nee, dit is van jou daar. Nee. Dit is een Fleur takeover. Wil je me vaker zien? Subscribe en like. Deel. Doe het belletje aan. Hoe noem je dat? Dat noem ik nog. Oh, zet je melding aan. Als je Wendy weer wil zien, voeg me toe op Insta. Wendy Poesie. B-O-U-S-I-E. Goedjes. Hallo mensen. Welkom bij de mukbang. Mukbang? Ik ga alleen niks eten. Wow. Hou vast, hè. Let op. Hallo, dit is het videootje van ASMR. Ja, het is allemaal niks op basis die dat gaat. Helemaal
Hoi allemaal, het is vandaag zaterdagavond en ik heb vandaag heel de dag niet echt gefilmd. Althans, ik had een sfeerbeeldje vanmiddag in Amsterdam gemaakt. Maar ik ben dus vandaag heel de dag met Miel naar Amsterdam geweest. En het was echt onwijs gezellig. We hebben lekker daarna bij Loetje gegeten. We hebben eerst carpaccio gegeten. Die was echt heel erg lekker. En daarna hebben we biefstuk met frietjes gegeten. Was ook echt heel erg lekker. Ik heb ook nog wat gekocht in Amsterdam. Eén dingetje. Namelijk een spijkerbroek bij Levi's. Want ik wilde echt heel erg graag een nieuwe spijkerbroek. En dat is deze. Oh, je ziet er niet zo goed. Ik zal het even in het licht laten zien. Hij is gewoon heel simpel lichtblauw. En ik heb maat 25 en lengte maat 30. Maar hij was te lang. Maar ze hadden geen lengte maat 28 meer. Dus ik kan hem dus bij Levi's in de stad gewoon gratis laten inkorten. Dus dat ga ik van de week even doen. En dit is de 721 High Rise Skinny. Dus die... Die was 100 euro. Beetje prijzig voor een broek. Maar het is wel echt een hele goede broek. En mijn moeder had die broek vroeger ook altijd. En zij deed er altijd echt super lang mee. Dus die. En ik had een bestelling geplaatst bij de Zara. Samen met Miu. Hij heeft een spijkerjasje. Die kan ik zo meteen wel even laten zien als hij terug is. Want hij is even de auto thuis aan het brengen. En dan komt hij weer terug hier naartoe. Want hij blijft bij mij slapen. Die jas ook zo meteen wel even laten zien. En een hele gave broek. Maar ik heb dus zelf ook 3 dingetjes besteld. Als eerst... Dit jasje. Even neerzetten hoor. Als eerst dit jasje. Het is zo'n legerjasje. En ik vond hem echt heel erg gaaf. Ook voor festivals en zo. Bijvoorbeeld met een zwart topje. Dan die skinny van Levi's. Dan zo'n beltbag. En dan dit jasje. Lijkt me echt een hele leuke outfit. Deze. En die was normaal. Kijken. Normaal was deze 40 euro en nu volgens mij 25. Maar je hebt natuurlijk nu heel veel sale bij de Zara. Dus ik weet niet of ze hem nog hebben. Maar in ieder geval als je deze code... Even inzoomen. Als je die code invult op de Zara site, dan kom je hem als het goed is tegen. Dus die heb ik besteld en die ga ik sowieso houden. Dan heb ik dus ook nog deze jas besteld. En over deze twijfel ik een beetje. Het is een geruite... jas, hij is wel echt heel erg gaaf. Maar kijk, ik ben best wel klein. Ik ben namelijk 1,60. En als ik deze jas dus dicht heb, lijkt het alsof ik hele korte beentjes heb. Maar ik vind het wel echt een hele leuke jas. En hij is ook best wel dik voor de winter en zo. Maar ik heb dus ook nog deze jas besteld. En deze ga ik sowieso houden. Van deze heb ik het kaartje al weggegooid, dus die kan ik even niet laten zien. Maar volgens mij heet die korte jas met strepen of zo op de Zara site. Maar het is dus een donkerblauwe jas met knoopjes. En een kraagje. En dan op de mouw heeft hij van die strepen. Die vind ik echt heel erg leuk. Die had ik vandaag ook aan naar Amsterdam. Dus die ga ik sowieso houden. En dat legerjasje ook. Maar ik twijfel dus heel erg over deze jas. Of ik deze ga houden. Maar ik ga dus even uitzoomen. Ik ga dus zo meteen met Miel als hij terug is. Gaan we heel mijn kledingkast uitzoeken. Omdat ja, er ligt gewoon zoveel kleding in. Ook in die lades. En er hangen gewoon zoveel jassen die ik ook gewoon heel vaak niet aan heb. En ook broeken trouwens. Dus we gaan gewoon even heel mijn kledingkast opruimen. Ik denk niet dat we dat gaan filmen. Ik kan wel het eindresultaat laten filmen. Ik zal zo meteen even een before filmen. En dan ga ik denk ik daarna bepalen of ik deze jas ga houden of niet. Want dan ga ik gewoon kijken van oké, welke jassen hou ik en welke doe ik weg. En dan aan de hand daarvan ga ik bepalen of ik deze jas ga houden ja of nee. Ik ben wel echt heel erg blij met al deze spulletjes. Zo, ik moest een boer laten. En ik heb trouwens ook AliExpress, gewoon voor festivals en zo is dat. Zo'n bril gekocht. Ik zag die altijd bij mensen en toen dacht ik, oh dat vind ik wel grappig om ook te hebben. Gewoon voor de grap eigenlijk, maar... Ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Maar kijk. Ik vond het grappig. Maar deze heb ik dus besteld op AliExpress. Voor echt 2 euro of zo. Ik heb er 2 besteld. Want we gaan, als het goed is, binnenkort weer naar een festival. Ik dacht dat is wel grappig om mee te nemen. Dus ja. En trouwens, ik bedoelde deze beltbag. Van Kwai Australia. Dat het zo gaaf is als je die dan met dat jasje aan hebt. Maar oké, goed verhaal. Ik ga even mijn jas uitdoen. Even deze spullen een beetje opruimen. Zodat Miel en ik zo meteen goed mijn kledingkast kunnen uitzoeken. En dan zie ik jullie strakjes of morgen weer. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. En ik ga even make-up doen. Want ik ga zo meteen even een video opnemen. Dus ik dacht, dan kan ik ondertussen even vloggen voor jullie. Even het raam dicht doen, want anders voor je al je kinderen uitspelen. Miel die heb ik net naar huis gebracht. Dat was heel erg gezellig. Gisteren was echt heel erg leuk in Amsterdam. Maar ik heb er gewoon niet zoveel gefilmd. Volgens mij had ik dat gisteren ook al verteld. Even
de pil. Mijn camera staat een beetje hoog. En ik zit een beetje laag. Dus ik ga even een paar kussens op elkaar stapelen. Zodat ik niet heel de tijd op mijn knie hoef te zitten. Zo. Ik ga niet heel veel make-up op doen. Maar gewoon even een klein beetje voor de video. Want anders zie ik er ook zo uit als een kale mus. En daarna ga ik gewoon lekker douchen. En lekker een maskertje op mijn gezicht doen. Maar deze vlog komt natuurlijk dinsdag online 1 januari. En het is vandaag voor mij 30 december. Dus als jullie deze video zien, is het al 2019. Zo raar eigenlijk. En ik haat het altijd een beetje als mensen zeggen, ja, ik heb goede voornemens en zo. Want iedereen maakt altijd goede voornemens, maar niemand komt ze echt na. Ja, je kan wel zeggen, ja, ik wil meer sparen en ik wil meer sporten en ik wil gezonder eten. Maar dat lukt dan een week en daarna ook niet meer. Maar goed. Sorry, ik kan echt heel slecht praten en mijn wenkbrauw tegelijk doen. Dus voor 2019 heb ik geen voornemens, maar wel een paar doelen. En dat heeft meer te maken, zeg maar, gewoon met Instagram en YouTube of zo. Ik zou heel graag in 2019 de 20.000 abonnees willen halen. En ook de 20.000 volgers op Instagram, minimaal. Meer mag altijd, maar dat is zeg maar mijn minimale ding wat ik heel graag zou willen halen in 2019. En ik wil gewoon heel graag mijn video's verbeteren. En ook mijn Instagram heel graag verbeteren. Ik wil gewoon dat heel erg mee bezighouden. Zeg maar echt met social media en zo. Omdat nu doe ik het ook wel. Maar ik wil het gewoon even wat mooier maken of zo. Ik weet niet. Dus dat is mijn doel voor 2019. En ik zou gewoon heel graag willen sparen voor een mooie designertas. En ja, dat is ook een beetje zeg maar een soort van goed voornemen om te sparen, maar het is wel sparen voor iets. Het is niet zeg maar sparen, oh, ik ga elke maand 100 euro apart zetten. Nee, ik ga gewoon sparen voor om een tas te kunnen kopen. Want niet dat ik de tassen die ik nu heb niet mooi vind. Want daar ben ik ook allemaal heel erg blij mee. Maar ik wil gewoon heel graag een Louis Vuitton tas. Omdat, natuurlijk, het is een hele grote investering voor zo'n tas. Die tassen zijn gewoon rete duur, dat is gewoon zo. Maar die tas houden gewoon zo erg hun waarde. En als je over 20 jaar die tas wil verkopen, krijg je er alsnog een mooi bedrag voor. Dus dan vind ik het meer waard of zo. En omdat ik er dan gewoon goed voor spaar, vind ik het ook wel iets moois. Om dan eerst er goed voor te sparen en dan daarna te kopen. Dus ja, dat wil ik dus heel graag. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie doelen, of misschien hebben jullie wel voornemens, dat kan ook. Maar wat jullie doelen dus voor 2019 zijn. Heb je ook iets met social media? Oh, en mijn doel voor 2019 is ook om mijn autorijbewijs te halen. Dat wil ik ook heel graag. Maar ik ben gewoon heel benieuwd of jullie ook doelen hebben. Of juist wel van die voornemens. Of doen jullie er helemaal niet aan. Of, en wat hebben jullie gedaan met Oud en Nieuw? Want als deze video online is gekomen, is het natuurlijk wel Oud en Nieuw geweest ook. Wat ik morgen dus op Oud en Nieuw ga doen, is eerst met Zoe heb ik een dinertje bij Jet. Dat is een vriendinnetje. En dan daarna gaan we met z'n allen de stad in. We hebben een feestje in de stad. Dus dat is heel erg leuk. Mijn wenkbrauw lukken niet echt. Ik denk dat ik ze straks ook even ga harsen. Maar ik dacht, het is wel even leuk om mijn make-up te filmen. En dan daarna gelijk de weekvlog af te sluiten. Want daar heb ik morgenavond geen tijd meer voor om te bewerken alles. Dus dan kan ik dat zo meteen gelijk doen. Mijn wenkbrauw lukken echt niet, maar oké. Wat ik zo meteen ga doen is een video filmen. Kamer opruimen. En allebei de video's bewerken, zodat ze gewoon gelijk bewerkt en klaarstaan. En even een thumbnail maken en zo, maar dat hoort er soort van bij. Nou, mijn wenkbrauwen lukken echt niet meer. Ik doe trouwens mijn wenkbrauw met dit setje van Catrice. Daar krijg ik altijd heel veel vragen naar. En dan gebruik ik de donkere kleur en deze kwast van de Kiko. En dan doe ik er altijd een wenkbrauwgel in van NYX. Niet zo heel bijzonder. Maar het werkt wel gewoon prima. Wow, mijn wenkbrauwen zitten echt heel lelijk. Maar dat boeit niet. Ik ga straks, nadat ik die andere video gefilmd heb, toch weer douchen. En dan gebruik ik deze mascara van Maybelline. De Le Sensational. Ik vind hem niet heel fijn. Ik vind deze fijner. Is ook van Maybelline, maar die is op. Dus daar moet ik even binnenkort een nieuw van kopen. Die ga ik even opdoen. Zo, mascara zit er ook op. Ga
even alles opruimen. En dan ga ik denk ik gelijk bij deze maar de video afsluiten. Dan kan ik hem zo meteen gewoon bewerken. En dan komt die dinsdag in ieder geval op tijd online. Ik hoop dat jullie een heel leuk oud en nieuw hebben gehad. En laat zeker nog eventjes je doelen of je goede voornemens achter in de reacties. Dat vind ik echt heel erg leuk. En vertel ook wat je met kerst hebt gedaan. Want in deze weekvlog was natuurlijk ook mijn kerst te zien. Ik heb er niet heel veel van gefilmd omdat ik gewoon heel veel met familie was. Maar ik heb wel volgens mij een paar stukjes gefilmd. Ik weet het niet helemaal meer. Ik hoop dat jullie het een hele leuke weekvlog vonden. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Want dan haal ik zeker de 20.000 abonnees in 2019. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot in de volgende video. Doei doei!